Volgens de tweede, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5
en alle wettelijke eisen, dan kunt u een daklicentie krijgen om deel te nemen op 9 maart aan de eerste Coast Enduro hier in Zeeland. Wordt nooit vertoond een enduro in Zeeland. En wat is een enduro? Dat moet u zien als een rally, een wedstrijd met daarin klassementsproeven die de rijders dan moeten zien met de motor. Ze rijden meestal 3 rondes van 70 kilometer. En dat gaat allemaal gebeuren hier in het Zeeuwse. En de organisatie wil nu al een dankwoord uitspreken aan iedereen die dit mee mogelijk gemaakt heeft. Weg hebben dan weer de plaathanger. Landeigenaren, gemeentes, vrijwilligers, en worden nog vrijwilligers zoals zelfs, die zich mee willen werken aan de organisatie van deze Coast Enduro op 9 maart aanstaande. Aan de leiding, startnummer 12, Matty Jorgensen aan de leiding in de 50e C-klasse. Op de tweede plaats winnaar van de eerste reeks, Joran Muns, startnummer 911. Rijdt in tweede positie. De riante rijder, de startnummer 12, Matty Jorgensen. Die onder zien bij Joran Muns passeren, startnummer 911. Rijdt in tweede positie, dan gaan we kijken. Het gevecht op de derde en vierde plaats is nog heel spannend hier in de 50e zonklasse. En op de derde plaats Giovanni Jasper, start nummer 1. Met aan de achterwiel Olaf Rotterzak, start nummer 21 op een vierde plaats. De vijfde plaats is dan Romano Jacobson, start nummer 205. Hier de leider, start nummer 12, zien wij weer doorkomen. Matty Jorgensen aan de leiding. Ja, David Power, hij moet verder zakken naar beneden. Volgens mij rond de 7e positie. Want hieronder zien we hem pas doorkomen. Ja, op een 7e plaats. 7e plaats voor David Power, de startnummer 18. En op een 8e plaats, 654 piano voor de. Hier de strijd om de derde en vierde plaats. Strijd tussen startnummer 1 en startnummer 21. Giovanni Jaspers op een derde plaats met vast aan de achterwiel Olaf Rotterzak. Die met de Cobra in vierde positie rijdt. De leider startnummer 12 is in aantocht naar de finishlijn van deze tweede reeks. Matty Jorgensen. Matty Jorgensen komt eraan. Doe maar vast een klein beetje achtergrondmuziek, willen en dan gaan we zo opbouwen, hè, iedere keer. Hè. Het wordt inderdaad de startnummer 12, Matty Jorgensen winnaar. Joran Muns gaat binnenkomen op een tweede positie. Dan op de derde plaats, Giovanni Jaspers op Olaf Rotterzak. We gaan kijken naar de finishlijn, startnummer 1 en startnummer 21. Strijden voor de derde en vierde plaats. Het wordt Giovanni Jaspers op de derde plaats. Vierde plaats voor Olaf Rotterzak. Vijfde plaats dan voor Malou Jacobson. Zesde plaats voor David Bauer. Zevende plaats voor Fabiano van Kerkvoorde. En op laatste plaats Arne Bertschart. Zo, dan zit ik zo gezellig als even kijken of die handjes de lucht in gaan vanavond.